Hey hallo, hier Pepijn Goorden van Photoshop onder deknie.nl. Welkom bij deze video. In deze video ga ik je laten zien, namens PhotoJam, hoe je een collage kunt maken. In Photoshop CC nog wel. En ik heb er twee voorbereid en in deze video laat ik je de eerste zien. In dit geval werk ik met 4 foto's. Het is natuurlijk aan jou de taak om datzelfde te doen, maar dan met 10 foto's. Maar het principe is hetzelfde, dus ik ga je laten zien hoe dit in zijn werk gaat. Als eerste wil je natuurlijk je foto's openen in Photoshop. Maar om dat helemaal handmatig te doen, is soms nog best wel een werkje. Dus ik laat je de snelle manier zien. Namelijk via bestand, script en dan bestanden laden naar stapel. Dan krijg je dit schermpje en dan kun je via bladeren aan Photoshop aangeven waar de foto's staan op je computer. In dit geval al op het bureaublad. Die kun je gewoon allemaal tegelijk selecteren en dan op OK klikken. Dan laat hij ze hier zo en dan kun je op OK klikken. En dan gaat hij ze allemaal in één bestand zetten. Oké, voordat je iets doet, zet ze even om in een slim object. Want op het moment dat jij de foto's wil gaan schalen zoals ze nu zijn, stel dat je ze kleiner maakt, dan gooi je pixels weg. En als je ze dan weer groter wil maken, dan krijg je die niet meer terug. Maar met een slim object wel. Dus ga even naar het lagenpalet, klik rechts op elke foto, of op elke laag dan zeg maar. En klik dan op omzetten in slim object. Dan krijg je dit icoontje erbij, dat betekent dus dat het een slim object is. Dat doen we even bij allemaal. En dan aangezien de onderste geselecteerd is, hou ik nu shift ingedrukt en klik ik de bovenste aan. Daarmee selecteer je ze allemaal. En kun je met Ctrl-T, T van Tinus, het transformatiekader oproepen. En elke keer als ik Ctrl zeg, dan is dat natuurlijk Command op de Mac of Appletje. Maar ik werk hier op Windows, dus ik zeg vanaf nu gewoon Ctrl. Maar als je een Mac hebt, dan weet je welke toets je moet hebben. Als je dus nu naar het transformatiekader kijkt en hier in de hoek gaat staan, krijg je dat icoontje als je in de hoek bent. En kun je klikken en slepen. Maar dan blijft de verhouding niet behouden. Daarvoor hou je Shift ingedrukt. En dan maak je ze gewoon een stukje kleiner naar het formaat wat je ze ongeveer wil laten zijn. Ze zijn niet allemaal even groot in mijn geval. Misschien is dat bij jou wel zo omdat jij ze gefotografeerd hebt met dezelfde camera. Maar mocht dat zo zijn, kun je ze even allemaal los van elkaar aanklikken. En dan met het transformatiekader vergroten, verkleinen, net wat je wil om ze hetzelfde formaat te maken. Of ongeveer hetzelfde formaat te maken. Die haal ik eerst even naar boven, anders zie ik hem niet. Nu ga ik een nieuwe laag aanmaken, wat de achtergrondlaag wordt. Daarvoor klik ik op dit icoontje in het lagenpalet en klik ik en sleep ik deze laag naar onder toe, zodat die onder op de stapel ligt. Als je nog van alles wil weten over lagen, als je dat nog niet helemaal begrijpt, zou ik je mijn Quick Start cursus aanraden. Die kun je gratis volgen via photoshoponderdeknie.nl. Daarin leg ik je alles uit over lagen, selecteren, uitknippen, foto's samenvoegen. In ieder geval de basis om met Photoshop aan de gang te gaan. Dus voor nu ga ik daar redelijk snel doorheen. Mocht je het niet begrijpen, zou je die cursus even snel kunnen doen. Maar goed, ik heb dus de laag aangemaakt en dan druk ik nu op Ctrl Backspace. Dat kan ik doen omdat de achtergrondlaag op wit staat en dan vult hij hem dus met wit. Dan hebben we dus een mooie achtergrond. Ik klik nu even de bovenste laag aan en ik klik dubbel op die laag. Niet op het plaatje, niet op de tekst van die laag, maar op de laag zelf. Dan komt dit schermpje naar boven. Laag stijl. Daar ga ik wat instellingen doen. Als eerste een lijn. In plaats van op het vinkje klik ik op de tekst, want daarmee vinkt hij je meteen aan en ga je naar de instellingen van lijn. En dan zet ik hem een beetje aan de kant. Als eerste wil ik zorgen dat de positie op binnen staat. En de grootte ga ik een stuk vergroten. Dus ik klik hier in dit vakje en ik scroll met het muiswieltje. Daarmee kun je het getal dus vergroten. Wat ik wil doen is een soort Polaroid effect. Dus ik zorg dat die rand best wel breed is en zet ik natuurlijk de kleur op wit. Klik gewoon het aan en sleep hem naar wit en dan op OK. Maar dan zie je hem natuurlijk niet meer, daarom ga ik nog een slagschaduw toevoegen. Ook daarvoor doe ik wat instellingen. Dus de hoek doe ik op 90 graden. De afstand vergroot ik een beetje naar ongeveer 25 zal ik eens mee beginnen. En de grootte zet ik op 35 pixels. Klik dan op OK. En ja, ik vind hem best wel goed zo. Dus wat ik nu wil doen is dit effect toepassen op al die andere foto's.
Daarvoor kun je Alt en Shift ingedrukt houden en dan met je muis boven het FX-icoontje gaan hangen en dan klikken en slepen. Dan kopieer je die naar de andere laag als je die daar loslaat. Dus nogmaals, Alt en Shift ingedrukt houden, klikken en slepen op FX en dan die naar de andere laag slepen. Zo kopieer je hem voor alle lagen. En dan kun je nu natuurlijk je foto's gaan verdelen. Dat doe ik met het verplaatsgereedschap. En dan kom ik tot zo'n compositie. En om dat iets interessanter te maken, ga ik met Ctrl-T nogmaals het transformatiekader oproepen. En in dit geval ga ik niet op de hoek staan, maar net daarbuiten. Dan krijg je dit icoontje te zien als cursor. En dan kun je ze dus draaien. Dit doe ik nogmaals bij de andere lagen. Ctrl-T. En een stukje draaien. En nu kan ik ze nog iets beter verplaatsen met het verplaatsgereedschap om er een eindcompositie van te maken. Als ik nog iets wil doen aan de volgorde van de lagen, dan kan ik dat natuurlijk ook hier in het lagenpalet doen door ze aan te klikken, dan te klikken en te slepen en ze dus naar boven te verplaatsen als ik ze hoger wil hebben of naar onder te verplaatsen als ik ze lager wil hebben. Nou, zo vind ik hem wel goed. Dan zou ik nog een tekst kunnen toevoegen, maar ook dat laat ik gewoon aan jou over. Ik neem aan dat je daar wel uitkomt. In de volgende video ga ik je een andere collage laten zien. Ik kan hem alvast even laten zien. Namelijk deze. Maar dat is dus in de tweede collage video. Voor nu heel veel succes met je inzending en het maken van je collage. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende video.